Hey, dit is Kevin van Snapshot Dojo en in deze video laat ik zien hoe je variatie kan aanbrengen bij je portretfotografie. Gisteren heb ik Charlotte gefotografeerd, een vriendin van me. En wat ik ga doen, ik ga de foto selecteren die wij samen hebben gekozen tijdens de shoot. Ik heb de foto's tussendoor laten zien en ja, we waren het erover eens dat bepaalde foto's gewoon wel echt heel tof waren. En die heb ik als bestandsnummer heb ik die naar Charlotte geappt. Zodat ik heel goed kon zien bij wie welke foto's horen. Dus die ga ik nu even snel selecteren. En dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Oké, ik heb nu de foto geselecteerd die Charlotte en ik samen hebben gekozen. Maar nu ga ik er ook nog heel even snel doorheen om te kijken of er foto's tussen zitten die alsnog heel gaaf zijn. Dus die selecteer ik ook nog eventjes. En dat doe ik door middel van een proces wat je edit in zou kunnen noemen. En daarbij selecteer ik de foto's die ik wil behouden. In plaats van het tegenovergestelde, dat is edit out. En dat is de foto's weggooien die je niet mooi vindt. Ik heb gemerkt dat edit in veel en veel sneller werkt. En voor degene die de opruimmethode van Marie Kondo kennen. KonMari. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Je houdt wat je leuk vindt en de rest doe je weg. En ik ga er gewoon heel snel doorheen. Heel intuïtief. Oh ja, dit was een selectie foto's die we niet hadden geselecteerd. Dus ga ik nu ook even snel doorheen. Oké, selectie is klaar. En nu ga ik iets strenger selecteren. En ik zal ook. Ik heb stiekem al wat foto's bewerkt gisteren. Ik kon het toch niet laten. Maar ik ga nu even laten zien wat we hebben. En de foto's die ik nog niet heb bewerkt, die ga ik alsnog bewerken. Even kijken. Ja, volgens mij had. Even kijken, terug in de. Fotonummers. Volgens mij hadden we samen deze gekozen. Dus die geef ik even een rode markering. En deze foto's hadden we nog niet bekeken op het schermpje. Omdat ik hier heel veel foto's had geschoten. Met de kruk. Dus die ga ik nu alsnog even checken. Ik vind deze wel leuk. Die geef ik even een tweetje. Een beetje een middenweg tussen een spontaan moment en in de camera kijken. Even kijken. Ja, mijn tactiek hier was dat ik gewoon eigenlijk met haar bleef kletsen. Om het gesprek gaande te houden en om het
ja, niet te, ja, eigenlijk probeer een spontaan moment op te wekken, hoe gek dat ook mogen klinken. Dus gewoon tijdens het gesprek, dat is een bepaalde manier van regie noem ik het dan, gewoon shots maken. En ja, dan krijg je dus beweging ook erin. En dan krijg je ook een hele andere sfeer dan bijvoorbeeld deze foto. Het is heel anders. Dit is echt geposeerd. Ik heb hier ook wel echt ja, bijna millimeter werk. Nou ja, bijvoorbeeld ook haar haar weer anders. Dat is ook wel een mooie foto trouwens. Ik ook even een tweetje. Ja, hier had ze haar haar in een hoge staart. Hier had ze haar haar los. En hier in een lage staart. Ik vind deze het mooiste. Qua middenweg, zeg maar. En deze blik in de kamer vind ik eigenlijk ook nog wel mooi. En ik zie dat ik de verzadiging misschien toch weer terug naar normaal moet doen. Dat ziet er ietsje fijner uit. Zo. Ja, deze foto had ik even tussendoor geschoten. Maar ik vind die schaduw hier vind ik echt heel erg storend. In de achtergrond. Ik zou misschien zo wat kunnen oppimpen. Misschien zwart-wit. Misschien wel geinig. Wat ik eigenlijk probeer bij elke shoot is een leuke variatie van foto's te maken. Met verschillend licht, verschillende achtergronden, verschillende kleding. Eigenlijk wat ik daarbij dus ook probeer is om om jezelf voor te stellen dat je voor een interview in een magazine foto's maakt van iemand. En dat je dus een verscheidenheid aan foto's moet aanleveren aan het tijdschrift. En dat is een beetje wat ik zou aanraden, om dat in je achterhoofd te houden. En op die manier word je eigenlijk een soort van stok achter de deur, mentale stok achter de deur, om ja, snel te schakelen, snel te denken, snel mogelijkheden te zien qua kleding, qua kleurcombinaties, qua licht. En dat heb ik dus hier ook gedaan, omdat ik dus ja, gewoon vond dat ze hele toffe boots aan had. Dus ik ga even meer contrast hierin brengen. Maar ik wil wel wat hier de structuur wat duidelijker zichtbaar is. Dus ik ga de zwarte tint ga ik even wat naar rechts trekken. Wat invullen. Nee, de schaduw ga ik doen. Ik wil de zwarte tint wel goed behouden. ja, zoiets bijvoorbeeld. Is niet helemaal goed gelukt, vind ik. Ik had eigenlijk het licht lager moeten plaatsen, zodat deze schaduw ook minder. Ja, dit is de schaduw van haar jas, van haar lange mantel. En als ik de lamp ook lager had geplaatst, dan is die schaduw natuurlijk hier ook. Ja, is er gewoon niet. Maar ja, in het moment vond ik dat even lastig om die lamp toch te verlagen. Ik heb hem gewoon geschoten met de positie van de lamp zoals die was. En die geef ik ook even een tweetje. Om zo meteen even een leuke variatie te laten zien. Ja, en ik weet dat Charlotte deze ook heel tof vond. Als ik me goed herinner. Dus heb ik ook al een tweetje gegeven en ook al bewerkt stiekem. Even kijken. En volgens mij had ze deze. Ja, die ook. Dus wat ik ga doen, ik ga deze bewerkingen die ik hier heb toegepast, waaronder de belichting, helderheid en de verzadiging, ga ik toepassen op deze. Dus ik had mijn controlknop ingedrukt, of mijn commandknop op mijn Mac. En volgens mij staat op een Windows computer is dat de controlknop. En dan hou je die ingedrukt en dan met de muis klik je op deze. En dan druk je op synchroniseren en dan gaat Lightroom gaat deze instellingen toepassen op deze foto. Dus ik doe gewoon even alles. Ja, dus ook inderdaad de crop. Maar die ga ik even aanpassen met de letter R. Die wil ik een beetje zo hebben. Zo. Ik vind hem nogal iets te donker. Dus ik ga hem toch wat meer licht geven. Door de belichting aan te passen. En misschien, ja,
Gewoon even helemaal naar rechts trekken. Ik kan bij deze trouwens ook nog wel, denk ik. Mag wel wat, ja, hoe noem je dat? Fris, ja, het is een beetje een stom woord, maar dat gebeurt er dus wel als je de belichting verder naar rechts trekt, zonder de rechterkant te raken in het histogram, want dan wordt die overbelicht. En wat misschien ook wel leuk is, is om deze foto in het zwart-wit te doen, zodat die, ja, als het ware een kleine miniserie wordt met deze foto. Dus daar ging ik naar links, helemaal naar 0, of tenminste naar min 100. En dan ga ik even het contrast even iets aanpassen door de hooglichten naar rechts te schuiven. De witte tinten ook. En ja, dit is wel tof. Al zeg ik het zelf. En deze foto. Oké, ik ga nu even alleen de foto's laten zien die een tweetje hebben. Dus dat is een wat strengere selectie. Deze is wat donker, dus ook hier ga ik de belichting eventjes aanpassen. Zodat ook deze foto wat, ja, noem het frisser wordt. Niet te. Even kijken, een subtiele S-curve. Maar zoals je ziet, dan gaat de verzadiging ook omhoog. Dus die ga ik weer compenseren door de verzadiging zelf ietsje terug te halen naar, nou, naar min 15, zoiets. En wat ik ook vind, is ik vind dat deze ietsje closer mag. Dus ik ga gewoon even een beetje kroppen. En wat je kan doen, is als je nou door je ogen een beetje samenknijpt en een beetje door je wimpers kijkt, dan kun je op basis van gevoel kun je kijken wat een goede crop is. En daarbij kun je dus kijken naar de zogenaamde negatieve ruimte. Dat is in dit geval het grijze, nou ja, de grijze vorm achter Charlotte. Ja, noem het een omgekeerde U. Dat noem je de negatieve ruimte bij een foto. En nu is de negatieve ruimte, ja, heel gek. En nu ook. En dit is ook niet helemaal lekker om naar te kijken. En dit ook niet. Het is een beetje uit balans. Dus je moet een beetje zoeken naar, en dat werkt vaak wel met je ogen een beetje gesloten, dat je gewoon puur kijkt naar de vorm en kijken wat er dan lekker aanvoelt, zeg maar, qua beeldelementen. Dus een negatieve ruimte en Charlotte zelf. En ik vind dit wel fijn. Trouwens, als je op de letter L drukt op je toetsenbord, dan kun je de rest van jouw beeldscherm donker maken. Half en helemaal. En ja, zo kan je beter beoordelen wat je van de foto vindt. Ik vind het oké, dus ik druk op Enter. Verder wil ik even wat onscherpte toepassen, behalve op haar gezicht. Dus ik pak een radiaal filter. Ik begin in het midden van een gezicht en ik trek die naar buiten. En je ziet al dat hier onscherpte optreedt. Maar dat wil ik alleen maar met scherpte en niet met helderheid. Dus ik trek de scherpte naar links. En dan zie je dat hier onscherpte optreedt. En daardoor gaat nog meer focus uit naar haar gezicht. Zo. Heel subtiel, maar wel tof. Oh ja, dan zou ik nog deze foto even bewerken. Die wilde ik ook zwart-wit hebben. Dus verzadiging omlaag. Meer belichting. Zonder dat het histogram tegen de rechterkant aankomt. Althans niet te veel. En je kunt op het driehoekje klikken hier. Dan zie je of er overbelichting optreedt. Nou, dat is nu niet het geval, dus dat is mooi. Je kunt hem nog een beetje naar rechts trekken. Kijken wanneer... Ja. Nu zie je dus in het rood zie je wat er overbelicht is. Ik trek hem ietsje terug. Zo. Nou wil ik wel weer wat meer contrast erin. Dus ik ga de schaduw naar links trekken. En je ziet het heel goed in haar haar wat een stuk donkerder wordt. En de zwarte tint kan ook. Ja, dat wordt dan te veel. Je moet een beetje een balans zien te vinden. Klein beetje textuur naar rechts.
En helderheid. Lokaal contrast. En dat zie je ook vooral terug in de ogen, zoals je ziet. En ook hier vind ik de krop, vind ik hier te veel ruimte boven haar hoofd. Dus ga ik op de letter R drukken en dit ietsje krapper maken. En ook weer hier sluit ik mijn ogen half. En ik kijk even door mijn oogwimpers, kijken wat qua balans goed aanvoelt. Ja, zoiets. Verder bedacht ik me dat het misschien wel leuk is om hier wat korrel toe te passen. Om dat harde contrast, hè, dus het verschil tussen licht en donker, even ietsje te dempen als het ware. Door bijvoorbeeld wat korrel toe te passen. Dus bijvoorbeeld normaal. En je ziet het niet heel goed, maar bij deze foto wel als ik zware korrel toepas. Dus nu is er geen korrel en nu een zware korrel. Ja, je ziet het zeker wel. En bij deze wil ik dat ook. Even kijken wat zwaar doet. Of normaal, sorry. Ja, het heeft wel wat. Maar misschien ietsje terug. Een beetje. Ja, het is gewoon een beetje op basis van gevoel. Meer belichting, toch wel ietsje. Zoiets. Toch iets meer schaduw. Ja, dan hebben we nog deze. Ja, je ziet wat stofvlekjes van de onderkant van de schoenen. En die kun je gewoon wegwerken met de retoucheer tool in Photoshop. Daar heb ik ook een aparte video van gemaakt. Die kun je in de link hierboven vinden. En ook hier ga ik weer even kijken naar de krop. Wat fijn aanvoelt. En ik heb hier nu even op de L, letter L gedrukt om het beter te kunnen beoordelen. Nou, hier heb je weer de regel van derde die je toepast. Waarbij je het hoofdonderwerp, in dit geval Charlotte, op een van deze lijnen valt. En nou, toevallig ook haar knie valt een beetje samen met dit kruispunt. Dus dat is visueel is dat in balans. Zo. En hier wil ik ook wat meer contrast. Er zit al een hele subtiele S-curve, maar ik wil even iets meer textuur. Klein beetje. Misschien ook wat meer belichting. Klein beetje. Ja, dan wordt die foto wel wat frisser door. Je zou even kunnen kijken bij de verzadiging. Bij dit blokje. Kijken wat de verzadiging van groen doet als je die iets meer naar rechts trekt. Ja, het is subtiel. Ja, ik denk dat Lightroom het niet echt herkent als groen. Althans niet heel erg. Ja, je zou bijvoorbeeld zo kunnen doen. Dus eigenlijk, zoals je hier ziet, kun je binnen, hoe lang zijn we bezig geweest? 2,5 uur? 3 uur? Kun je een hele leuke variatie aan shots maken. Door te variëren met kleding, te variëren met achtergrondkleur. En de combinatie ook ervan. De synergie tussen die twee, tussen kleding en de achtergrond. In de nawerking kun je ook spelen met zwart-wit. Je kunt variëren in afstand. Hè. Je hebt hier bijvoorbeeld een close-up. Je hebt hier een ten voeten uit portret. Hè, van top tot teen. Hier een half totaal. Hier iets heel geks. Iets van haar voeten of haar schoenen. In haar outfit. Aan profiel van de zijkant. Weer een close-up met weer andere kleding. Met weer ander licht. Hè. Zoals je hier ziet in de reflectie. Heb ik hier één lichtbron gebruikt en een zilveren reflectiescherm. Dat zie je heel goed terug in de catchlight in de ogen. En ja, op die manier kun je variëren. Mocht je vragen hebben, mocht je ideeën hebben, laat het me weten in comment hieronder. Vergeet ook niet te abonneren en deze video te liken.
En dan zie ik jullie de volgende keer.